We zijn in Alicante. Ik heb lekker gewinkeld bij de Sephora. Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en we zijn wakker geworden in Spanje. Iedereen is wel wakker, behalve wij natuurlijk. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben niet zo moe heel de tijd. Het is vandaag een beetje een bewolkte dag. Dat was ook wel de planning. Alleen we dachten eerst, oké, vandaag willen we weer even een dagje zonnen. Aangezien we nu 2 dagen een beetje rot op zijn geweest. Maar vandaag wordt het dus een beetje bewolkt. Dus als het goed is, vandaag een grote stad. Ik heb erover nagedacht. En misschien wil ik toch wel naar Valencia. Weet je waarom? Laat me eerst uitgaan. Weet je waarom? Ja. Ik vond Alicante misschien iets leuker. Maar Valencia zijn we nog nooit samen geweest. Nee, precies. Misschien, dat is misschien wel leuk. Als je nu naar Valencia gaat, dat is dan wel leuk. En ik vond het sowieso leuk natuurlijk. Alleen, Alicante vond ik net wat leuker. Maar het is ook wel leuk om alle steden samen gehad te hebben. Ja. Dus dan denk ik misschien Valencia, omdat we Alicante hebben gehad. Deal? Ja. Leuk. Goedemorgen! Happy family! Goedemorgen! Goedemorgen, Noe! Is dat niet voor Noe staan? Ja, nee, deze. Standaard ook één. Noe heeft deze. Boos. Noe, je mag er wel van mij hoor. Ja. Yeah. Heb je nog één? Wat lief van jou, Jelou? Ja. Moet er wel even nieuw aan. Dus die laatste is die van Noe hoor. Where did you come from, Kangmanjo? Nou jongens, we zouden eigenlijk naar Valencia rijden met z'n allen. Behalve mijn vader en moeder, die gaan lekker andere stadjes bezoeken. We zagen dat 1,5 uur rijden was en niemand die daar zin in heeft. Want je moet natuurlijk ook weer 1,5 uur terug en we willen gewoon een middagje gaan. Ze hebben toch wel voor gekozen om naar Alicante te gaan. Nou ja, alsnog super leuk, want Alicante is gewoon top. Maar de planning is gewoon even gewijzigd. Misschien een andere dag nog, ik denk dat niet, maar ja. En jullie zijn bij ons in de auto te dansen. Yeah. Dansetje hoor. Echt de danseres. Dan is steekt altijd zijn arm uit. Ja, kijk. Stan die rijdt voor ons. Zie je zijn handje? Ik zal er niet zo naast gaan rijden. Schattig. Vanavond is de finale, Jalou. Vanavond gaat Joost Klein het land vertegenwoordigen. Wist je dat al? Tenminste, dat hopen we. Het is nog afwachten natuurlijk, maar ik hoop het. Dan gaan we vanavond even kijken. Hier. Nee, in Zweden. Is dat in Nederland? Zweden is niet in Nederland, maar is niet ver van Nederland. Kan je daar foto's krijgen? We zijn in Alicante. Zijn we weer? Waar zijn we, Jalou? Alicante! Ja, ik heb een grote aan. Wil mijn mama die ook? Ja, maar jouw mama wil die ook, zei ze al. Dan mag je nieuwe schoentjes uitzoeken. De eerste beste schoenenwinkel, wat zou het zijn? Ik denk dat het paard is. Andere. En welke maat is dit? 23. Pas gewoon! Gaat lopen. Denk je dat ze snel zijn dan? Die andere moet je ook hebben, hè? Vraag aan die mevrouw, zeg maar, wijs maar naar je voetje. En met je duimpje omhoog. Maar wijs naar je voetje. Of ga ik dat van? Moet ik mee? Dan nog was ik. Ze is schattig. Laat zien hoe snel. Oh, snoes. En ik ben kom, rennen. Wow, die zijn wel heel snel staan. Papa, en ik ben dan. Jullie doen wel matchen. Mama heeft ook rood. Hier, wat zijn die dan? Samen rood.
Vind je die mooi, Stan? Of vind je een andere schoen mooier? Deze is mooi. Reis een rondje? Wauw, mooi staan. Wauw, staan. Ja, die zijn echt heel mooi. Papa is aan het kopen, dan kunnen we lekker mee naar buiten dan. Lelijk. Voor het padellen. En deze dan? Heel nice, babe. Very nice. Ik heb lekker gewinkeld bij de Sephora met Denise en Jaloetje. Wat heb jij gekocht? Bij de Kiko, hè? Mooie lippenstift. En ik heb allemaal leuke dingen gehad. Ga ik straks even laten zien. We gaan nu even de boys opzoeken, want die willen natuurlijk niet mee. Dus 4 minuutjes lopen en dan gaan we lekker de tas op. De boys plus Melanie. En Simone en Noe. Snowy. Snowy. En Snowy. Simone en Noe samen is gewoon Snowy. Snowy. Ja, de boys en Snowy. Nou, ik zit op terras en ik zal een kleine shop nog doen. Zijn jullie benieuwd, jongens? Nee. Eerst heb ik deze gehad voor mijn moeder, want het is morgen moederdag. En ik heb deze zelf ook en deze ruikt heel lekker. Wil jij niet stelden? Kleine kinderen krijgen. Van het merk Sol de Janeiro. Deze heb ik voor mezelf gehaald, ook van Sol de Janeiro. Dit is een parfume mist. Je kan gewoon lekker over je hele lichaam spuiten en dan ruik je lekker. Handig voor jullie. En deze heb ik ook. Alleen, het zit niet mega veel meer in. Dus ik dacht, ik probeer eens een keer een nieuw kleurtje. Dus ik heb ook een lichte roze gehaald. Ik weet niet hoe die ruikt. Ik ga hem meemaken. En nog bij Kiko heb ik nog een lipglossje gehaald. Super mooi. Weet je wat die vrouw bij de kassa zei tegen mij? Ze deed zo, ze zat de hele tijd naar het staart. En ze zei ze ook weer. Ze zei in Spaans dat ik heel mooi was. Ja. Guapa. Ze zei zo. Guapa. Dat zijn ze. Zo, gracias. Dus dat betekent dat ik een mooie meid ben. Wat lief. En hoeveel heeft deze rotzooi gekocht? De kost? In totaal iets 80 euro, 83 euro. Nee. Drie kwartjes? Echt niet? Ja. Nee, en de 70 en dan ook nog die lipgloss van 12. Wow. Gelukkig. Nou, die lipgloss alleen, hè? Al mijn geld valt uit mijn tas. Drie kwartjes gekocht en een lipgloss. Nee. Vind je dat niet normaal? Ik vind het niet normaal. Ja. Hoe lang doe je ermee? Weet je? Maandje. En dan gaan we weer. Wat doe je ermee trouwens? Wat hebben we gedaan? Jam, jam, jam! Oh wow! Ga maar bij staan, jullie. Ga er maar bij staan. Zo. Staan! Kijk, papa, jullie. Kijk, staan, wat doet papa nou gek? Ik ga geld vragen. Ja, ik ga geld vragen, ja. Dan kan je dit ding kopen van het geld. Stan, wat heb je gekregen van papa? Kijk hè! Een zwaard! Cool man. Pas maar op, jongeman. Pas maar op. Onze oude dag. Europa, 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 Het is inmiddels alweer avond geworden. Ik heb dit leuke topje aan van de webshop. Dit leuke broekhokje ook van de webshop. De cowboyboots ook van de webshop. Dit is de Melanie Sport. Deze top weet ik even de naam niet van uit mijn hoofd. Ik ga het even in beeld zetten. Echt zo'n leuk fijn topje. Wij gaan even richting Denia. Volgens mij is het een kwartiertje rijden. Gaan we daar een hapje eten. Want ik kreeg ook een aanrader van je moet een Denia eten. Iedereen gaat hier barbecuen. Ook super leuk. Maar wij willen nog even wat meer zien van de omgeving. Dus we gaan die kant op. Ready? Yes, let's go. Let's go. Ik heb net mijn outfit laten zien. Maar ik wil hem even goed laten zien. Want
Oké, best wel dronken volgens mij. Maar ik vind het helemaal cute. Laat jouw outfit ook eens zien. Pak eens op. Ik ga foto's maken voor zijn Apple Watch bandjes. Mijn man heeft een webshop met Apple Watch bandjes. 10 watches. Alleen het lijkt wel een beetje zo meteen. Heel donker, ja. Misschien moet je die kant pakken. Ik film jou wel even aan. Beter, hè? Beter? Ja. Dit is de outfit. En nog een tas hierbij. Let's go. Daar. Zal ik nu jou filmen? Helemaal uit het. Nee, slippers zijn een beetje te koud. Yep. Leuk. Nou, wij gaan lekker weer de auto in richting Denia dit keer. Ben benieuwd hoe het daar is. Jongens, daarachter is een soort van festival. Best wel gezellig. Maar we gaan even een lekker hapje eten. Oh, ik heb helemaal nog niets verteld. We wilden naar Denia gaan rijden. We stelden de navigatie in. Opeens stond er 40 minuten. En daar hebben we helemaal geen zin in. Ik dacht dat het een kwartiertje was. Dus we zijn gewoon weer naar Moreira gereden. We hebben al eerder gegeten, maar niet op dit doel. Oh, ik vind het zo mooi. Kijk. En dit is Spanje, jongens. Ja, ik vind het echt prachtig. Zo, moe. Hoi. We gaan bij Casa Oler eten. Ik heb al een tip gegeven van een meisje. Hopelijk is je plek. Ik ging net een menukaart bekijken eventjes. En je raadt nooit wat erop staat. Vertel jij het of vertel ik het? Vertel jij het. Carpaccio met druffel mayo. Nou, blij maak je zo leuk. Kijk mijn vingers. Ga je niet nemen. Ik heb allemaal nageschreven getrokken, behalve één, lukt niet. Ja, carpaccio met truffel mayo. Oké, beloof me één ding, die ga je niet nemen vanavond. Wil je een foto maken voor mij? Kijk, als ik op dat bruggetje ga staan, dat bruggetje en dan met die berg op de achtergrond en dan met de camera met flits. Ja, goed. Alleen als je het wil hoor. Kan ook vanaf hier toch? Ja, is goed. Dit standbeeld! Nou ja, standbeeld. Wel heel mooi. Deze view. I love Moreira. We zitten bij een leuk restaurantje. We zijn binnen gepaast. Want het zit wel een soort van buiten, maar het koelt s'avonds wel een beetje hard af. Dus we zitten nu gewoon even binnen, maar ik vind de decoratie helemaal leuk. Een beetje zo op pizza. Binnen, maar ook weer een beetje buiten. De deur staan. Ja, dat is ook zo. Je voelt wel gewoon een beetje in de windje. Even kijken, we hebben net even wat foto's gemaakt met de camera. Allemaal heeft nog steeds een hoesje om. Still going strong. Kijk, ik maak tegenwoordig dus altijd mijn Instagram foto's met mijn camera. Gewoon de camera waarmee ik ook vlog. Dus de Canon G7 X Mark III. Wat foto's van Ramon gemaakt. Ik vind het scherp. Ik vind het zo mooi. Het is echt scherp. Foto's van mij. Ik weet niet of het mooi is. Ik denk dat deze wel leuk is. Hij is super scherp. Ja. I really love it. De carpaccio. Oké, het is niet echt truffel mayo. Het is gewoon truffel saus. Maar dat vind ik ook wel heel erg nice. Ik had het laatst ook in Tenerife. Dat lijkt er heel erg op. En Ramon had dus kroketjes besteld. Ja. Hamkroketjes. Maar wat kreeg je net? Ja, het is een heel bord met ham. Alleen ham. Dat ja, dat snap ik. Een stuk zo lekker, maar... Een heel bord niet. Heel bord vol, hè? Nou, we moeten even wachten. En dan krijgt hij straks ook zijn eten. En we hebben trouwens ook nog wat broodjes. Pan with aioli. Het is toch nog gekomen. Smakelijk! We're back! Ik ging eventjes langs zo'n feest zien op Eeuw. Ja, en daarna hebben we een spelletje gespeeld met mijn ouders, beneden en mijn zussen. En mijn vriendje van mijn zussen, Joit. Nu alweer 12 uur geweest en ik baal zorg dat je het klein niet mee heeft gedaan aan het Eurovision Festival. Gaat u? Ik ben zo boos. Gaat u? Nee, ik vind het gewoon niet kunnen. Maar in ieder geval, we gaan lekker slapen. Tanden poetsen, slapen. Morgen willen we nog echt lekker even van de zon genieten. We hebben elke dag best wel veel gedaan, waardoor we niet echt zeg maar, helemaal voor hem kunnen liggen. Morgen lekker strandje. Daar hebben we wel echt even zin in. Dus morgen gaan we lekker een dag naar het strand. Dus
Ik vind de vlogs wel iets saaier, maar ik ga mijn best doen om het leuk te maken. Vond je deze vlog leuk, doe een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En als je niks wil missen van de Spanje vlogs. En dan hoop ik dat ik je er morgen zie bij de volgende Spanje vlog. Doei doei! Disfruta de la vida, bebé. Disfruta como si mañana se acabara, se acabara. Se acabara, se acabara.